Het seizoen van het witte goud wordt het door het Brabants genootschap genoemd. Annie vertelt niet alleen hoe je met asperges om moet gaan, ze zingt er ook over. Met haar aspergelied heeft ze terecht de naam van aspergekoningin verworven. Ja, het witte goud is eigenlijk een woordgebruik. Vroeger had je ook het zwarte goud, dat was de steenkool. Dus Noord-Limburg, Brabant, daar hadden we de asperges, dus dat was het witte goud. Dat betekende wel natuurlijk dat ook, ja, het, zeker voor de toentertijd toen het hier begon, de armere gezinnen heel veel kinderen hadden. En die hadden allemaal arbeiders genoeg om dat spul uit de grond te halen. En het moest zo mooi mogelijk en zo wit mogelijk zijn. Hij moet recht zijn. Hij moet wit zijn. Dat is de mooiste. Zo is het dubbel A, die ook vooral door de restaurants gebruikt worden en zo. Ja, hij mag wel een kleurtje hebben voor de smaak, maakt er niet uit. Maar de mooiste is de witte. Daarom is het ook het witte goud. Hè? Dat, ja. Per hoofd van de bevolking in Nederland duidelijk veel meer asperges gegeten werd dan zeg maar 10, 20 jaar geleden. Toen lag het ongeveer op 250 gram per hoofd van de bevolking. En nu ligt het al op 800 gram. Wij leggen eigenlijk een veld aan, zeg maar. Het eerste jaar is het gewoon op loof groeien en op wortel. Het tweede jaar is het een paar weken steken. Het derde jaar een maand steken. En het vierde jaar is het pas een volle productie van zeg maar van 2-3 maanden. En dan kunnen we ongeveer een jaar of 10 vooruit op hetzelfde veld. Dus ja. Ik toch, ja, dat heeft toch geresulteerd dat er verdorie een liedje door u is geschreven. Hè? Ja, het is eigenlijk tot stand gekomen dat we eigenlijk op een avondbijeenkomst van het aspergegenootschap zomaar iets een liedje hadden. Dat ik zei van, goh, dat is toch eigenlijk geen aspergeliedje. Een lied voor asperges moet lyrisch zijn, dat moet gedraagt iets uit. En toen zei ik ook van, iets van schrijven. Ja, zei ze, doe het maar, want ik kan het niet, zei de andere. Ik zei, nou, dan doe ik dat gewoon. En ik ben toch begonnen en er is toch ook iets uitgekomen. Dus. Fantastisch toch? Ja, ik heb zelf de melodie en ook de muziek geschreven. Dus, ze zeggen wel eens tegen mij, aspergegek, hè? Ja, ja, en daar ben ik een beetje. Hè. Okay. En dat is zo, ja, iedereen zeg maar, die echt flink met asperges bezig is, want zomaar van 8 tot 5, dat lukt gewoon niet met asperges. Het is gewoon dag en nacht, dan ben je dan mee bezig in die maanden. In het begin van de zomer, de oogst is gedaan. Lange dagen werken, je bent moe, maar voldaan. Denk dan met weemoed aan al je leren die er ontspringt. Zo, alweer een kistje klaar.